Goedemiddag, welkom bij weer een nieuw Midlokmoment. Vandaag gaan we het hebben over de koelsysteemtesters. Ik heb er twee uitgelicht uit ons gamma. De overige modellen zijn terug te vinden op midlok.nl. We hebben een set die is universeel. Die ga ik eerst laten zien. Dat is een heel mooi systeem. Dat is de TE-123. Bestaat uit verschillende konen in verschillende diameters. U pakt de gewenste maatvoering erbij die in het expansievat past. En u draait de tegenkoppeling in de koon. U zet hem aan. U plaatst het geheel in de opening van het expansievat. En u gaat hem net zo lang opdraaien totdat hij knel komt te zitten in de opening van het expansievat. Zorg altijd wel even ervoor dat het binnenzijde van de tank, dus van waar de adapter wordt ingedraaid, goed schoon en vetvrij is. Om glijden, op het moment dat hij onder druk komt, tegen te gaan. Op het moment dat hij vast zit, pakt u de tegenkoppeling die een bajonetaansluiting heeft, die normaal ook op Japanse auto past. Die zet u erop. En u draait hem vast. Uiteraard kunt u daarna middels de pomp het systeem onder druk zetten. Laat hem altijd een minuut of twee staan om te kijken of er daadwerkelijk geen lekkage is. Daarna ontlucht u hem door deze koppeling even terug te draaien. We hoorden hem al sissen. En dan kunt u hem veilig losnemen. Daarna uiteraard weer losdraaien om hem uit het expansvat te kunnen halen. De universele set, de TE-123. Daarnaast hebben we de TE-120S12. Een hele uitgebreide set met diverse doppen. Wordt in eigen huis gefabriceerd. Voordeel daarvan is dat ook voor auto's die uitkomen, nieuwe modellen en andere voertuigen die nieuw op de markt komen, dat er ook weer doppen voor bijgemaakt worden. Dus altijd actueel, de set is altijd actueel. Er zit een hele mooie aluminium pomp in. Met een goed afleesbaar display op de klok. We werken allemaal met snelkoppelingen, dus ook op die manier snel te gebruiken. U koppelt hem er gewoon uiteraard op. U pakt de gewenste dop op het expansievat. Ik zal deze wegzetten. U draait hem uiteraard op het expansievat. Heeft het goed vastzitten. Middels een snelkoppeling, wat ook uiteraard heel makkelijk te koppelen is, klikt u hem vast en u zet het systeem weer onder druk. Ook weer laten staan om te kijken of er een lekkage is. Voordeel van deze set is dat alle doppen los leefbaar zijn. Dit is de TE-120S12 en er is ook een S6 te verkrijgen, dat is een basisset. En die is aan eigen behoefte uit te breiden. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.